Vandaag een nieuwe thuisworkout voor jullie, voor de buikspieren. Ik ga nu alle oefeningen even bij langs en ik wens jullie heel veel succes. Voor deze workout hebben we 5 oefeningen voor jullie gemaakt. Bestaande uit oefening 1 de high crunch, oefening 2 de pingwing, oefening 3 de reverse crunch, oefening 4 mountain climbers en oefening 5 de side plank. Elke oefening gaat bestaan uit 50 seconden arbeidstijd en 10 seconden rusttijd. Ik wens jullie heel veel succes. Yes. We beginnen met de high crunch. De bedoeling is dat je benen gestrekt omhoog komen, je schouderbladen van de grond en je armen richting je tenen. Ga nu beginnen. Belangrijk is ook dat je je onderrug goed in de grond drukt. Yes. Oefening 2, de pingwing. Voeten zet je licht gebogen op de grond, schouderbladen van de grond af en je tikt je enkels zijwaarts aan. Probeer gedurende de hele oefening die schouderbladen goed van de grond te houden voor de optimale aanspanning voor de buik. Deze is voor je schuine buikspieren trouwens. Oké, oefening 3, de reverse crunch. Je gaat liggen, je strekt je benen uit, brengt je knie naar je borst toe en vervolgens omhoog. Breng eventueel ter ondersteuning je handen naast je heupen. Oké, oefening 4, de mountain climber. Je gaat in je push-up houding staan en je brengt je knieën richting je borst toe. Hoe sneller je hem doet, hoe zwaarder je hem maakt, dus kies zelf je eigen tempo. Oké, en de laatste oefening, de side plank.
Elleboog naast je neer. Voeten op elkaar. Handen in je heup. En omhoog komen. En blijven liggen in deze houding. En omdat deze twee kanten heeft, wisselen we hem halverwege om. Nou, één keer volledig met jullie meegedaan. Dus de bedoeling is dat jullie hem thuis 3 keer in totaal doen, met tussen elke ronde 1 minuut pauze. Ik wens jullie heel veel succes en laat vooral weten wat jullie ervan vonden.